Hallo allemaal, vandaag is de dag van de neushoorn. Zoals prins Bernhard dat altijd zei, neushoorn. Ja, neushoorn. Die was voorzitter van het Wereld Natuurfonds. Maar goed, vandaag gaan we dus een neushoorn tekenen. Doe je mee? Ja, vandaag is de dag van de neushoorn. Maar hoe teken je nou een neushoorn? Nou, in ieder geval, laten we eens beginnen met die hoorn dan op die neus. Zo, er zijn er zelfs twee, hè, op zo'n neus, van zo'n neushoorn. Ja, dan, hoe ziet die neus er dan uit? Vaak zien we alleen die hoorn, dan zijn we een beetje vergeten hoe zo'n neus van zo'n neushoorn er dan uitziet. Een heel klein oogje. Zo, een beetje hele kleine oortjes ook. Zo. Die zijn misschien al een beetje te groot zo getekend. Een beetje een gepantserd lijf ook. Een beetje olifantachtige poten. Zo, we laten hem even lopen. Zo. En ja, heeft hij een staart? Dat is een goeie. Ja, volgens mij heeft hij een klein staartje. Zo. Nou, dan hebben we nog een aardige neushoorn hoor. Zo. Ja, dat ligt een beetje in plooien over zijn lijf heen. Zo. Nou goed. Een neushoorn. Nou, probeer zelf ook eens een neushoorn te tekenen. En dan zie ik jullie morgen weer in de volgende video. Tot morgen.